Ja, voorzitter, dit zijn goede stappen, bevoegdheden, middelen en de bereidheid alles te doen wat nodig is. Maar waar ik me dan zorgen over maak, is wat er daarachter gebeurt als we het dan gaan uitvoeren. Daar hebben we gewoon een traditie in dat we als land daar terughoudend in zijn. De schok ebt weg, dus de bandbreedte wat ons schokt verandert. De eerste keer ben je geschokt dat er een crimineel geliquideerd wordt. Daarna zijn we geschokt dat er een vergismoord is. En nu zijn we terecht geschokt dat er een advocaat vermoord is. Wat je dan wel vaak ziet is dat als we over maatregelen beginnen, we hebben tijden gehad met meer bevoegdheden voor de politie. En dan gaat er wel eens wat fout. En dan schieten we snel in een kramp en dan draaien we die bevoegdheden weer terug. Maar als je eenmaal in een situatie bent beland waar het zover is, waar burgemeesters zich zorgen maken over zelfs niet alleen criminele handelingen, maar ook kan ik elk raadslid nog vertrouwen? Zitten daar geen stroommannen tussen? Dat je niet eens meer het een schok is als iemand plantjes op zolder had omdat hij anders de hypotheek in de crisis niet kon betalen. Dat je pas geschokt bent als iemand begint te schieten. Als die normvervaging zo is en als wat wij normaal vinden en absurd vinden verschuift, dan heb je meer nodig dan wat we tot nu toe steeds doen als er iets gebeurt, het been bijtrekken. Dat is nodig, dat is ook goed, maar dan moet je onorthodoxe maatregelen durven nemen. Als je kijkt naar landen die in een situatie hebben gezeten waar advocaten zijn omgelegd, maar uiteindelijk zelfs ook rechters of familieleden van mensen die voor de magistratuur werken en ons beschermen, bedreigd worden, dan heb je dus ook nodig dat je een paar passen doorzet. Dat je bevoegdheden en wetgeving creëert, zo snel mogelijk, die er wel echt niet is voor de politie in alle gevallen, maar alleen in de aanpak van deze georganiseerde criminaliteit, alleen in deze zware gevallen. Dan heb je mensen nodig die hun werk in omstandigheden moeten doen die zo zware beveiliging met zich meebrengen, die wellicht eigenlijk niet te vragen zijn, maar die je wel vooraf al moet bieden aan iedereen die daarbij betrokken is. Dan heb je die bevoegdheden nodig, maar ook de mentaliteit om ze te gebruiken. Niet hier de intentie van bevoegdheden en dan op een ministerie weer 6 discussiesessies over de balans tussen de privacy van criminelen en de aanpak. Dan is het te ver doorgeschoten. En dan hoop ik dat er naast dit goede begin vandaag ook de bereidheid is door te pakken als we die maatregelen concreet maken en die mensen in staat te stellen dat werk te doen. Dan heb je een andere strijd dan alleen maar een crimineel vervolgen en met een zwaardere straf proberen de cel in te krijgen.